Dus als ik kijk naar psoriasis. Hey. Ik zie hier dat iets veranderd is. Dat had een plusje moeten zijn. Ik denk dat met de opsommingsteken daar iets mis is gegaan. Maar dat maakt niet uit. Dit minnetje is wel goed, dat minnetje is ook goed. Want bij arsenicum verwacht je juist dat de zomer warme temperatuur verbetert. En behoefte aan koud drinken, dat spreekt ook tegen arsenicum. Ja, zeker in chronische, zeker iemand die koudelijk. Het koudelijke spreekt natuurlijk wel voor. Kalibichromicum. Oh, gaat te snel. Is ook koudelijk. Had hier ook bij gekund. Plus koudelijk. Behoefte aan zoet. Dat spreekt tegen. Kalibichromicum heeft behoefte aan zoet en zij heeft dan juist een afkeur. Dus dat is iets waar je dan over begint te twijfelen. Althans ik. Dus voor elkaar kwam er ook uit. Die is natuurlijk koudelijk. Die is geïrriteerd, uiteraard. Maar ook daar verwacht je dat warmte juist verbetert. Luxformica patiënten voelen zich beter in warmere klimaat, warmere temperatuur, dan op zich een koudelijk. Fosfor heeft natuurlijk die aversie zoet. Het zijn allemaal keynotes van die middelen. Hè? Behoefte aan koud drinken. Dus er zijn twee dingetjes die voorspreken. Maar vindt iemand dit, wat ik net van haar vertelde, echt een typische fosforpatiënt? De essentie van fosfor komt dat overeen met de essentie van deze patiënt. Geïrriteerd. Niet echt, hè? Bij antimonium crudum zie je dat warmte verergert. Dus de zomer. Geïrriteerd. Maar over het algemeen zijn antimonium crudum patiënten warmbloedig. Zijn behoefte aan zuur. En zij had juist een hekel eraan. Naar de donna. Nou, zo kan ik ze allemaal doorlopen. In feite kom ik niet op een middel uit. Is nog iemand ergens in een speciaal middel geïnteresseerd of zo? Want anders loop ik gewoon. Kijk, het idee is wel duidelijk. Hè? Wat ik doe is, ik pak het middel, ik kijk naar de keynotes. Gewoon die vet gedrukt zijn in Morrison. En de keynotes die ik nog weet van andere boeken. En ik kijk of die keynotes overeenkomen met wat de patiënt vertelt. En als ze overeenkomen, dan zet ik er een plusje voor. En als ze tegengesproken worden, bijvoorbeeld. De behoefte aan zoet bij calcium wordt tegengesproken omdat de patiënt juist een hekel heeft. Dan zet ik er een minnetje voor. En als zo'n keynote tegengesproken wordt, dan twijfel ik op zijn minst heel hard aan het middel. Ja? Zullen we het verder gaan? Ik neem aan dat ik niet al die middelen hoef te bespreken. Oh, nee. Dus waar ik uiteindelijk op uitkom, is dat uit die repertorisatie komt niet echt een middel naar voren waarvan ik denk van ja, dat is het. Dat past heel goed bij de patiënt. Of had iemand daar een ander idee over, een ander middel wat in gedachten heeft? Waarom zou ik arsenicum hebben gegeven, denk je? Sorry, nog eens? Ja. Behalve dan de zomer verergert. Ja, bij dat eerste stond een klein foutje. Maar wat ik dan doe. Ja? Dat zou wel kunnen, maar zij was al in het koudland, al lang voordat die psoriasis ontstond. Ja, maar voor psoriasis is het heel vreemd dat dat juist verergert in de zon. Ja, maar dat zegt ze ook, dat de psoriasis erger wordt in de zon. In de zomer bedoel ik, sorry. Dus het is niet zozeer hoe ze zich psychisch voelt, maar psychisch voelt ze zich bijna het hele jaar hetzelfde. Namelijk, ja, toch wel geïrriteerd over die ziekte en dat financiële, dat is iets wat constant blijft. Snap je? Dus wat ik dan. Hè? Puberteit, ja, dat zou een oorzaak kunnen zijn. Maar dan, wat doe ik dan ermee met die informatie? Maar sepia heeft ook het probleem dat die in de zomer juist verbetert. Die is koudelijk en die verbetert hun warmte. Dus het is heel belangrijk dat je kritisch bent over zo'n middelen. En dat niet zomaar, dat is een valkuil voor dit soort problemen, dat je zegt van nou weet je wat, ik doe mijn ogen even dicht voor dat ene symptoom wat er niet past.
Dus dan geef ik hem een zeepje omdat hij geïrriteerd is en kouwelijk enzovoorts. Kijk, wat ik dan op een gegeven moment ook doe is kijken naar de essentie. Kan ik bij een van die middelen die uit de repertorisatie kwam, de essentie plakken aan wat die patiënt mij vertelt? En dat kon ik niet. Ik kan niet echt een middel vinden waarvan ik zeg van ja, dat past hier heel goed bij. Dus dan ga ik kijken naar Keynotes. Even verder. En dan kom ik dus voor mij makkelijk op de kleinste rubriek uit. En de kleinste rubriek is die Skin Eruption Summer Aggravate. Want als er geen aggravate staat, dan is het dus erg. Hè? Dus calcium had ik al bekeken, kalibichromicum had ik al bekeken. Dus er blijven nog een paar middelen over. Ledum, psoriasis is ook een middel voor psoriasis. Warmte verergert, kouwelijk. Muriaticum acidum kan ik geen enkele keynote vinden. Maar sarsaparilla, dat is ook een voornaam middel voor psoriasis. Of vanwege die kloven bijvoorbeeld. Die verergert in de zomer. Die is kouwelijk. En het andere stukje wat ze heel sterk heeft, die irritatie, dat kan je ook wel terugvinden in de Materia Medica. Very easily vexed and cannot forget the cause of vexation, staat in Allen. Is geschreven in 1880, nou ergens tussen 1880 en 1890 denk ik. Toen was dat al bekend. Zie je dat? Extremely ill-humored, even vexed by the fly on the wall. Every word may offend him. Dus die irritatie kan ik hier ook in terugvinden. Dat is een koudelijk middel, erg in de zomer.